Welkom bij Ar-Rahma, de islamitische uitvaartfonds in Nederland en België. Verzeker jezelf van een waardige uitvaart. Maak gebruik van het gemak om in Nederland en België gedekt te zijn voor je uitvaart. Voor meer informatie kijk op www.arrahma.eu. Ik geloof niet in het systeem van laten injecteren door iets wat zelf door de mens is gecreëerd om weer de mens, om een deel van de mensen, want wat ze nu kiezen, heel veel ouderen gaan dood. Mensen, assalamu alaikum, welkom bij weer een nieuw item. Vandaag ga ik toch de straat op, ik heb mijn voorzorgsmaatregelen. Ik heb deze lange stok, dus hiermee ga ik de mensen interviewen. Gisteren had ik op mijn Facebook gezet van... zou je je laten vaccineren mocht er een vaccin zijn tegen corona of niet? Nou, die ontplofte op mijn Facebook. Ik zag zoveel reacties. Dus ik dacht, deze vraag ga ik stellen, maar ik ga ook andere vragen stellen hoe de mensen het allemaal beleven. Kijk mee. Assalamu alaikum. Asgbarak. Allah ibarak fik. Kiedertje. Kulti bikheer. Assalamu alaikum, ikhwan. Alaikum salam. Kiedertje met het tijara, kiedertje met het tijara. Naasa. Naasa. Ja? Ja. Allemaal geen meter. Nou, om eerlijk te zijn gaat het heel slecht. Dit is super rustig. Ja. Mensen die durven niet naar buiten te gaan. Wij als ondernemers, ja, dan moeten we wel wat eruit moeten halen. We hebben onze vaste lasten. Ja. Het betreft de overheid, nou, die doet heel weinig. Ik hoorde dat we 4000 euro in het kwartaal krijgen. Ja. Maar tot heden hebben we nog niks gezien. Ja, maar ga je dit keer gewoon zoeken? Als je die walu, Safi, we hebben geen mensen nog gezien. Als er nu een vaccin zou zijn tegen corona, zou je je laten vaccineren? Zeker, ja. Ja? Ja. Zou je je dan laten vaccineren, broeder? Goeie vraag. Ja, waarom niet? Ja, daar hoor je in die roa. Ja? Ja, het waar hoor. Is om jezelf veilig te zetten? Nee, man. Niet? Waarom niet? Ik weet niet wat erin zit, man, broer. Als je het geïlaag hebt, dan moet je het een goeie, ik denk het wel. Ja, het is een lastige vraag. Het is heel lastig, maar persoonlijk zou ik het wel misschien kunnen doen. Ik zou me niet zo snel laten vaccineren. Ik heb sowieso mijn vraagtekens over... Ook over het virus, hoor. Soms moet je wel het risico nemen om goed te kunnen, gezond te kunnen blijven. Soms, ja, dan zou ik die risico wel nemen. Voordat ik mij dat laten doen, moet ik wel natuurlijk mij laten informeren. Wat is dat? Wat gaan ze precies doen? Wat gaan ze in mijn lichaam spuiten? Wat voor gevolgen heeft het dan? Noem maar op. En als ze echt me duidelijk komen van, joh, dat gaat gebeuren. En ik weet dat dat voor mij gezondheid niet nadeel van mijn gezondheid is. Dan ben ik wel voorbereid om dat te doen. Zou jij je laten vaccineren als er een vaccin uitkomt? Nee, ik zou dat niet doen, nee. Nee? Nee, ik ga dat niet doen, want diegenen die hier over de medische wereld gaan... Zij hebben alles in de hand. Het is een systeem. Klopt, maar ik bedoel, als we nu op Omra of op Hesh gaan, verplicht, inenting is verplicht, anders kom je daar niet in. Hoe ga je dat doen dan? Ja, dan zou je dat moeten doen. Ik kan daar nu niet gelijk antwoorden op geven. Ja, dan is er weer het regime die daar onder controle staat. Maar ik ben niet bang, hoor. Ik ben zelf ook een vrijmetselaar van geest. Ja. Ben je niet bang? Ja. Ik ben een vrijmetselaar, ja. Okay. Ik ben net zo op hun niveau qua gedachte. Ik weet veel. Ik weet heel veel. The same people that sell the panic sell the pill. Dus het is als er een vaccin komt, heel snel, stel je voor. Dan zou dat betekenen dat al lang er zou zijn, zeg maar. Dat het al ergens bekokstoofd is. Ik denk zelf, wat ik denk, dat is mijn eigen mening. Het is op China gegooid en Iran. Dat zijn twee landen wat ze gekozen hebben als eerste. Daarna is het gaan verspreiden onder de mensen. Ja. Ik geloof niet dat dat van vleermuis komt. Dat is een onzin. Wat maat is nu geleden? Het is gewoon een politiek spel. Ja? Strategisch. Strategisch? Ja, ja. En dan? Wat winnen ze ermee? Weet je wat ze ermee winnen? De vertrouwen van het volk. Ja. Volk vraagt zelf om thuis te zitten. En wanneer mensen hier tegenop gaan, opstandelingen, zeg maar, volgens hun, dat zijn de slimme mensen. Die gaan ze dan opsluiten en... Dat geloof ik. الناس كيزعموا يجيو ياكلوا الحوت ولا خايفين؟ لا خايفين الناس، ما بقاوش كيخرجوا كاع. والو. اليوم غنجرب إذا كانت دعوة مزيانة. غنبقاو حالين، إلا ما كانتش دعوة مزيانة راه غنسد. Deze ondernemer die zei van dat er heel veel. Dat hij haast geen klanten meer heeft en dat heel veel mensen bang zijn om buiten te eten. Dat weerhoudt jou er niet van om gewoon wel te komen. Hoe komt dat? Nee, mij niet. Ik heb vertrouwen in deze meneer dat hij goed zijn handen wast. En als hij zou niezen of hoesten, dat hij dat op de juiste manier doet. Zodra dat iemand contant betaalt, sowieso gelijk mijn handen wassen.
En eigenlijk ook bestelling die ik maak, probeer ik. Dus dan kom ik aanmerken natuurlijk met tasjes en noem maar op. En dan behandel ik dat, weet je wel, met eten geven en zo, dan was ik ook gelijk mijn handen. Bezoek jij nog gewoon de opa's en oma's en de ouders, of niet? Nee, mijn ouders, dat is gewoon echt alleen maar telefoneren. Alleen telefoon, kan door jullie om, kan zwoel jullie na, kan zwoel jullie om, safi. Bezoek je nog opa en oma, dat soort dingen, of niet? Ik heb die niemand ervoor. Niet? Nee, man. Ouders? Ook niet. Het is echt, ik heb een zieke vader, dus het is echt meer aan de telefoon. Als ik naar mijn ouders ga, dan sta ik echt buiten, kijk ze uit de ramen, dan ben ik aan het bellen, weet je wel. Op pauw gaat dat, dus dat al, dat ik zijn gezicht kan zien. Maar sinds dat de ziekte losgebarst is, ben ik niet naar mijn ouders binnen geweest. Dan wil ik dat risico ook niet nemen. Ik zelf ga niet naar mijn ouders toe, dus ik ben zelf thuis. En, je gaat niet naar je ouders? Nee, op dit moment niet. En hoe lang heb je ze niet gezien? Ik zie ze wel, maar op een juiste manier dat er een raam voor zit. Ja. Dus ik ga niet naar binnen. Ik heb een barbeer aan te houden. Zwem het te doen. Salam op het sfeer. En dat is het geloof heel hoog. De slimste mens op deze aarde heeft de touwtjes in handen. Verdiep je daar ook in die theorieën en zo? Ik onderzoek de theorie, er zit waarheid in. Ik geloof niet in het systeem van laten injecteren door iets wat zelf door de mens is gecreëerd. Om weer de mens, om een deel van de mensen. Want wat ze nu kiezen, heel veel ouderen gaan dood. Het zie dat we niet arfien hoe dat we kunnen zoeken. Zo wordt het een heel goed deel van de ilm. Maar Kadris en Arvo, dat bij het zien. Was hij die dalma of hij die dalma? Ik ben niet echt van die complottheorie. Nee, man. Moet je eens opletten wat er nu gaat komen na dit. Er gaan recessies komen, hele strenge recessies. Dus betekent wij gaan het voelen. Economische crisis gaat komen. Er gaan oorlogen komen. Geloof me maar, dit is een begin. Dit zorgt voor heel veel traumatische gebeurtenissen over de hele wereld. Zoef dat bij Nes Kullo? Met de pijn het zie je als CS Kullo. Hadam Kabel Hada, Hadam Kabel Hada, Hadi Russia Sdarts, Had Sina Sdarts, Amerika Sdarts, Bhallah Al-Adi. Omak Drushai, je ziet hoe je de Koran in Krawe. O CS Kablina. Ja, Allah heeft ons proeft met deze ziekte. Rabbil Alamin Kbir. Ja, Rabbil Inshallah, Maradi Shafi Rabbil Alamin. Even een beetje terug naar onze dien. Die zijn we eerlijk gezegd een beetje vergeten. Maar in de medische wereld dat enorm heel veel medicatie wordt geproduceerd. Dat iedereen dadelijk een griepje, zeg maar een injectie krijgt tegen griep. Nou, dat zorgt natuurlijk voor heel veel geld. Ik denk zelf dat dit niet langer gaat duren dan voor de zomer is het over. Dan heeft men controle in de hele wereld over deze griep. Maar degenen die hier achter zitten hebben dan miljarden verdiend. Achter de rug van die onschuldige mensen die dadelijk dood zijn. Kom jij aan al deze informatie dan? Omdat ik ben zelf geestelijke. Geestelijk, ja. Eenheden. Okay. Dit. Ja. Okay. Ik heb alles door, ik ben zelf van het systeem. Ik heb alles door. Ja. Ik heb iedereen door. Je bent zelf ook, ik ben de baas over het systeem zelf. Okay. Geestelijk. Probeer gewoon op de rechte pad te gaan. Halal geld te verdienen, halal geld eten, dan gaat het inshallah allemaal wel goed. Corona is, ik heb het op de Facebook, ik ben openlijk, ik zit geen haat in mij. Corona is gecreëerd door de mensen, door de slimme mensen. Zero taqaw Allah shuya, zero qraw al-Qur'an, Allah yirdi alaykum, Allah yirham al-walidin. Corona is gecreëerd, de SAR is ook gecreëerd, SAR ziekte, of dat is ook ingezet in de oorlogen. Dat het nu ineens alle kanten gaat uitwaaien, dat is ook de bedoeling. Want men gaat ook dan medicatie fabriceren, heel snel. En dan zie je dat iedereen gaat lachen. Maar dat is het begin, dat is een puntje van de ijsberg. Dat is het begin, er komen nog meer ellende, dat is nog niet alles. Wat gaat in Koolkom? Dat is een grootste deel van de CS, deel van de politiek. Want wie zegt dat die medicatie wel goed is? Misschien is die medicatie, als je het eenmaal inneemt, dat je dan nog meer gaat afkilderen. Dankjewel voor je informatie. Ik ben niet bang, dankjewel. Ik spreek de waarheid. Ik spreek de waarheid. Hna schadien diro, zeer nkrak iets aan Allah, ons salli salati. Allah is arbi, uqf m'ana, w'm'akum, w'zem'a zami'i al-muslimin. Ya arbi, fadnar hada.